Hoi, hoog energetische natuurkanjers, natuurkundekanjers van de derde klas HAVO-VWO. Ik heb weer een leuk nieuw filmpje voor je opgenomen. Nog steeds over het hoofdstuk energie. Het is een proef die je in de klas gezien hebt. Die in het werkboek beschreven stond. En ik ga hem nog eens dunnetjes uitleggen. Het ging erom dat ik een stukje koper... Dat heb ik nu ingesteld hier, koper... Hier is het stukje verschenen. Dat ging ik heet stoken. En ik nam aan dat de temperatuur van het koper de gelijke temperatuur zou krijgen van die gasvlam. Dus de vraag was eigenlijk, wat is de temperatuur van een gasvlam? En die, nou ja, we moeten zo goed mogelijk ons best doen om die temperatuur te benaderen. En om dat te doen hebben we hier een warmtemeter staan... En een ventilatortje, zodat als mijn thermometer aangesloten wordt aan dit kastje, kijk, dan zal de temperatuur van het water overal gelijk zijn door die ventilator. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik heb de eindtemperatuur heb ik doorgekrast, dus ik geef hem nu een slinger, die temperatuur, de temperatuur van die koper. En die eindtemperatuur wil ik gaan berekenen. Want dat is dan de temperatuur geweest van die gasvlam waarmee ik het verwarmd heb. Neem ik even aan. Nou ja, wat hier aan ten grondslag ligt is natuurlijk de formule voor warmte. En dat is Q in joules is gelijk aan C maal M maal... Even een normale maal, ja. Hip. Maal delta, dat betekent verschil, grote letter T, delta T, Q is alleen maar delta T. Om dit een beetje systematisch aan te pakken, moet je natuurlijk ook twee tabellen maken van wat weet ik niet, wat weet ik wel. Links de gegevens voor water en rechts de gegevens voor koper. En de letters uit deze formule ga ik dan onder elkaar zetten in mijn tabel van wat weet ik niet, wat weet ik wel. U, C, M, delta, T is. En dat zie je nog een keer. Q, C, M, delta, T. Ik heb de proef nog niet eens gedaan, maar ik ben net een chirurg. Eerst al mijn spullen klaarleggen. Wat zal het eerste zijn wat ik überhaupt uit kan rekenen? Van koper heb ik de eindtemperatuur niet. Nog niet, toen moet de proef sowieso nog doen. En de begintemperatuur heb ik ook niet. Ik denk dat het water het eerst bekend zal worden. Ten eerste, van water. Staat hier water 4,18, ik rond het af zoals wij het gebruikt hebben, op 4,2 joule per gram graad Celsius. En de massa van het water is 30 gram. Delta T weet ik nog niet. Nou, dan moet ik het maar eens gaan starten, denk ik. Het proces. Nee, ik ben nog niet klaar. Hallo. De C voor koper. Kort ik ook af. 0,39. Rond ik af bedoel ik natuurlijk. Joule per gram graad Celsius. De massa van het koper is 20 gram. 20 gram. Delta T weet ik nog niet. Nou, starten nou het proces. Koper gaat sissen. Uitgesist. Begint de temperatuur van het water was 20. Je ziet het op de grafiek. Mooi in een lineaire lijn. Je ziet de temperatuur stijgen. Totdat hij al zijn warmte afgestaan heeft. En in een horizontale lijn eindigt. Ik zie daar dus een eindtemperatuur van 31,56 daarnet. Voor water. Delta T. Oh, wacht eens even. Zal ik het eens even aanvullen dan? Dus dat is T. Eind en T begin. T eind is 31,56 Celsius. En T begin was 20 graden Celsius. Dat is mooi. Dan heb ik hier natuurlijk ook waarschijnlijk een T eind
en een T begin. Dus, wat is hier de delta T? Die is dus 11,56 graden Celsius. Het lijkt me nu even overdreven om dat te laten zien. 31 min 20 is 11,56. Ik kan dus de Q gaan uitrekenen. Dus Q van water is dan C maal M delta T. Dus dat is 4,2 maal 30 gram maal 11,56. En dat is 1,456,56 joule. Oké, nou die ga ik even in rood erin zetten dan. En rood kan ik tenminste zien dat ik hem heb uitgerekend. Dat ik hem eerst niet wist. Anders is die tabel van wat weet ik niet, wat weet ik wel, is een beetje onduidelijk geworden. Dus een hallo, ander kleurtje, ja. Zei ik toch. 1456,56 joule. Die energie heeft dat water opgenomen, dus dat is inderdaad positieve energie. Maar die energie kwam van de koper. Maar ja, wat wijs ik hier nou aan? De energieoverdracht eigenlijk. De heat transfer van koper naar water. Als dat afgestaan wordt, dan moet je eventjes weten dat opgenomen energie, dus toegenomen energie is een positief getal, afgenomen energie, afgenomen warmte is een negatief getal. Dus ik moet hier al meteen min bij zetten. Dus het is deze hoeveelheid, 1456,56 joule, is dus een negatief getal geworden. Negatief. Dus de delta T kan ik nu uit gaan rekenen. De Q is bekend, C, de M, dan kan ik delta T gaan uitrekenen, maar dat wordt dus een negatief getal. Omdat hier nu een negatief getal in zit. Dus voor koper geldt delta T is gelijk aan Q gedeeld door C maal M. Dus dat is 1456,56 joule delen door C maal M. Dus dat is 0,39 maal 20 gram. En hoeveel hadden we daarvoor berekend? Dat is 186,72. 186,72. Het is dus min. Dus delta T is min 186,72 graden Celsius. Dus wat geldt dan? Dat ten eerste delta T is T eind min T begin. Dus min 186 ingevuld nu, min 186,72 is gelijk aan de eindtemperatuur. Wat is de eindtemperatuur van het koper? T eind van het koper, dat is diezelfde 31. Samen met het water is het 31,56 graden Celsius geworden. Die T begin is een vraagteken. Had ik al eerder moeten neerzetten natuurlijk. In graden Celsius. Dus min 186,72, dat is de delta T die ik hier uitgerekend heb. Het is een negatief getal, hadden we afgesproken. Maar nu komt het goed. Dus dat negatieve min 186,72 is gelijk aan een T eind. Dus dat die T eind is die 31,56 graden Celsius. Min T begin. En dat is die hele hete temperatuur geweest. Dus in tegenstelling tot het water, waarbij T eind hoog is, is bij koper juist het T eind laag en het T begin was hoog. Vandaar dat er een negatief getal uitkomt. Dit wiskundig oplossen, dit mag ik
daar naartoe transporteren door op te tellen. En dan hou ik over 0 is deze optelling min t begin. Of die min t begin breng ik naar de andere kant. Wordt die positief, kan ik ook doen. Dus, kortom, t begin is gelijk aan dit zootje bij elkaar opgeteld. Plus 3,1,56 is dus afgerond 218,3 graden Celsius. En nou zijn we natuurlijk benieuwd. Klopt het een beetje met mijn berekening? Kortom, ik pak mijn gummetje erbij. En voilà, 220 graden was bedoeld en wij zitten er aardig bij in de buurt. Waarom zou dat nou toch afwijken? Het zou natuurlijk maar zo kunnen dat de maker van deze animatie toch rekening heeft gehouden dat er nooit 100% rendement in kan zitten. Er gaat altijd warmte verloren in het opwarmen van het bekerglas zelf. Van die warmtemeter zelf. Want die warmtemeter is ook gemaakt van materiaal. En die warmte van het water is ook weer afgestaan aan dit omhulsel van de warmtemeter. Dat zal het zijn. Maar ik vind dat we er toch aardig in de buurt zitten. Oké, ik dank je weer wel voor deze aandacht. En je weet het, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Zo werkt dat bij natuurkunde. En ook dan kan jij met toenemend succes mooie cijfers gaan halen.